Laatst is de gek van 10 gemeten door een dolle hond gebeten. De gek herstelde van de beet, het was de hond die overleed. Dat is een heel oud gedichtje van John O'Mill, die allemaal dit soort van dolle grapjes gemaakt heeft om leerlingen van zijn klas op te beuren bij de moeilijke huiswerkproblemen. Maar toch had hij het over een van de allergrootste problemen die we kennen en die we helaas steeds vaker tegenkomen bij reizigers. Hondsdolheid, rabies. Waar komt dat voor? Dat is helemaal niet alleen maar een tropische ziekte. Het is een ziekte die eigenlijk over de gehele wereld voorkomt en alleen maar een aantal, laat maar zeggen, ontwikkelde landen hebben de ziekte niet. Maar verder moet er eigenlijk, ook in Nederland, maar dan wel bij een zeer, zeer grote uitzondering, rekening gehouden worden met de kans op hondsdolheid. Dus ook in Europa kan je daar op rekenen. En wie hebben eigenlijk rabies? Het is een ziekte die voorkomt in de dierenwereld. En vooral bij honden, vossen, maar ook bij bijvoorbeeld katten en bij vleermuizen. En dat is ook een van de problemen, want niet alleen de beet van een vleermuis, maar ook allerlei door vleermuizen verspreide afvalstoffen en opgeworrelde ontlasting kan de ziekte overbrengen. En verder wordt er veel gesproken over apen die dat zouden kunnen hebben, maar in het algemeen moet het dan toch wel een aap zijn die zelf ook ziek is. Desondanks, als iemand door een aap gebeten is, nemen we vaak het risico niet en proberen we toch rabies te voorkomen. En hoe ziet zo'n hond of kat of aap er dan uit? Nou, als een hond echt hondsdol is, dan zie je vaak dat hij agressief gedrag vertoont. En er wordt altijd gesproken over schuim om de mond en dergelijke. Maar veel vaker en veel griezeliger is dat ze vaak hun natuurlijke schuwheid overwinnen. Zeker in landen als India, waar ongeveer een kwart van de honden met rabies is besmet, hoeft het helemaal niet zo'n agressieve hond te zijn, maar die alleen bijt als je in de buurt komt. En na zo'n 2 tot 8 weken, maar tot oplopend tot op een jaar, want dat hangt af van de afstand van de beet tot de hersenen, kan die ziekte bij je zijn zonder dat je weet dat je het hebt. En de ziekte dan manifesteert zich met een hoge koorts, met hoofdpijn. Vaak begint het met veel aspecifiekere dingen zoals psychische problemen. En dan komt het typische beeld met krampen in de mond of krampen in de hals. Zo dat je probeert te slikken en dan die krampen opwekt. Vandaar dat ook het woord watervrees genoemd wordt. Want als je water ziet of iets schitterends ziet, heb je al de kans om die krampen te krijgen die verschrikkelijk zijn. En na een week sterven de patiënten eigenlijk onder verschrikkelijke omstandigheden. Er is geen behandeling voor rabies. Iedereen die echt hondsdolheid heeft, gaat dood. Dus je moet je realiseren dat je dat dus echt kunt voorkomen. Nou, dan heb je 2 dingen. Als je nooit gevaccineerd bent tegen rabies, dan moet je zorgen dat in ieder geval de wond goed schoongemaakt wordt door met zeep te wassen, alcohol en jodium. En verder zo snel mogelijk daarna antistoffen krijgen tegen die rabies. Dat is gelukkig wel aanwezig, maar heel vaak in landen waar je zit niet te krijgen. Maar je hebt gelukkig wel een week voordat het moet worden toegediend. Dus je kunt dan bijna altijd wel uit het gebied komen. Als je echt door een dolle hond gebeten bent, kun je uit het gebied komen naar een gebied waar antistoffen tegen hondsdolheid verkrijgbaar zijn. En daarna moeten er een hele serie vaccins gegeven worden om het werk af te maken. En je moet niet vergeten dan ook antibiotica tegen de beet zelf te hebben, dus de bacteriën die daar worden overgebracht, en een goede tetanusprik om te zorgen dat je niet ook nog dat soort ellende krijgt. Maar veel belangrijker is om vooraf, als je de kans loopt om te worden gebeten door een hond, dus inderdaad fietstochten door Vietnam, tussen de bevolking, op het platteland, zorg dat je op tijd bent met het krijgen van je rabiesvaccinatie, want met 3 prikken ben je althans voorlopig beschermd. Je moet dan nog wel na zo'n beet behandeld worden met vaccins, maar je hoeft in ieder geval dat moeilijke en moeilijk verkrijgbare immuunglobuline niet meer te gebruiken. Dus gebruik alsjeblieft je gezonde verstand zolang je het nog hebt. En neem van tevoren, als je risico zou kunnen lopen op rabies, een vaccinatie.